Goedemiddag op deze woensdag. Het is 30 juni. Jullie zagen even een staart in beeld komen van Mickey. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb echt een mega puist op mijn kin. Ik heb hem nu kunnen bedekken met de concealer, maar het doet echt onwijs veel pijn. Want ik voel al dagen dat hij aan het doorkomen is, maar hij wilde niet echt. Hij komt nu langzamerhand door, dus ik hoop dat hij binnen een paar dagen dus rijp is, dat hij eraf kan, dat hij geknepen kan worden, want hij doet echt heel veel pijn. Maar goed, ik heb gisteravond even gestalkt gekeken. Deze stond me nog wel redelijk bij, dus ik heb ondertussen gewoon zitten gamen. Want ja, ik kende hem nog best wel goed. Ik heb de vlog afgemaakt, ik heb mijn foto's bewerkt, dus dat ging allemaal eigenlijk heel erg lekker. Toen heb ik de Bold Type gekeken en daarna ook weer Papa Dag. Dus dat was verder de avond niet heel bijzonder of zo. Dus dat was wel fijn. Ik moet even Mickey een beetje verleggen, want dit is niet echt handig zo. Ik heb over mijn opa nog niks meer gehoord. Alleen dat hij dus nu in het ziekenhuis is en dat hij gisteren al bloed kreeg en vandaag weer. En dan gaan ze kijken of hij fit genoeg is voor onderzoeken. Dus dat is allemaal even afwachten. Ja, verder eigenlijk niet heel veel gebeurd. Dus ook niet heel veel nieuws. Ik ga zo meteen eventjes lekker hier schoonmaken. Zo weer eventjes fijn. Dan ga ik daarna eventjes bullet journalen en even de kaart van mijn oma schrijven. Ik wil nog wel even kijken of de nieuwe doodles van jullie er al zijn, want dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat wil ik nog wel even doen, anders kan ik daar nog even wat mee doen. Maar ik ga jullie met schoonmaken er gewoon weer even bij zetten. Dus ik ga een muziekje aanzetten en dan ga ik zo eerst maar even aan de gang. Ik zie dat ze iets uit de kattenbak hebben gegooid dat ze niet uit hoort. Dus dat zal ik eventjes weghalen. En dan ja, ga ik gewoon even lekker aan de gang. Dus dat is de planning. Eventjes een update van de tekening van de kerstman die ik aan het maken was. Nou, zoals je kan zien is het Rudolf met de kerstman. Ik heb het al wel vaker gezegd, ik ben niet heel goed in tekenen, maar ik vond het wel leuk om te doen. Ik vind het op zich niet heel slecht, dus die komt dan in deze bullet journal. Maar die moet ik verder nog eventjes een beetje versieren. Ik moet hier nog even december neerzetten, dus dan is die in ieder geval ook klaar. Maar dat ik in de vorige week vlog had gezegd dat ik die nog even zou laten zien, dacht ik bij deze kun je ook even zien hoe die eruit ziet als die af is. De nieuwe doodles staan helemaal in het thema van de zee. Dus ik heb hier flessenpost en een vuurtoren. Dus ik heb er nu twee af. Ik zal even het plaatje erbij zoeken. Dit zijn de opdrachten, zeg maar. Het is een beetje een message in a bottle. Dus dit moet ik dan allemaal gaan tekenen. Maar dan heb ik in ieder geval weer twee af. Dus daar ben ik ook wel blij mee. En op zich vind ik het wel leuk gelukt. Zo, ik heb inmiddels even lekker opgeruimd. Ik heb mijn vader net gesproken. En ja, even niet zulke positieve berichten. Ik kan er ook nog niet zo heel veel over zeggen. Maar
Dus allemaal even een beetje afwachten wat er nu allemaal speelt. Dus dat is allemaal een beetje lastig. Als het goed is, mag mijn opa morgen naar huis. En dan moet hij over een paar weken terug voor onderzoek om te kijken waar het bloedtekort vandaan kwam. Maar dat was wel even allemaal een beetje heftig. Dus nou ja, dat. Wel even lekker gebullet journal dus. Zoals je kon zien wat ik heb gedaan. Dus dat was wel fijn. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan is het straks douchen en eten. Vanavond Steenrijkstraat Arm ga ik kijken. En dan doe ik eventjes Zeeman Confronteert Stalkers opnemen als het nog komt. En dan daarna ga ik eventjes de Bold Type kijken. En Papa Dag, ik begin nu aan seizoen 2. Ik moet nog wel eventjes even de thumbnail maken en even een artikel schrijven voor mijn blog. Maar dat is het eigenlijk ook, dus het is niet heel veel werk of zo. Gisteren bij Papa Dag, laatste aflevering van seizoen 1. Dat was iets minder fijn, want ze gingen naakt en je zag echt letterlijk alles. En dat had voor mij niet gehoeven. Dat vond ik wat minder prettig. Dus ik hoop vandaag weer op een normale aflevering met geklede mannen. Dat vind ik toch wel wat prettiger. Maar goed. En dan is het morgen gewoon weer boodschappen doen. Dus de katten hebben nu lekker gegeten. Dus dat was ook prima. Dus ik ben ook weer blij met een schoon huis. Dus weet je, dat is allemaal altijd wel weer lekker. Als het allemaal weer lekker fris is. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel graden het is. Ik merk wel dat het hier wat af aan het koelen is. Het is hier binnen nu 23,5 graden. Het is buiten 15 graden. De kaart voor oma is geschreven, dus die zet ik even hier neer. Die moet morgen mee, want die gaat op de bus. Dus dat is allemaal top. Maar ja, ik ga nu verder toch niks meer doen, dus ik ga die dan ook gewoon morgen zien. Dus ja, ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 1 juli. Ik ben klaargemaakt en ik ga straks boodschappen doen, maar dat is pas om 4:15. Mickey, haal je staart eens even uit beeld. Dus ik heb nog even de tijd. Ik werd wakker met het nieuws dat er een 16e seizoen van Flik in Maastricht komt. En ja, ik ben helemaal blij, want ik had eerlijk gezegd een beetje mijn twijfels of er nog een seizoen zou komen. Omdat de aankondiging steeds maar niet kwam. Er werd maar niet aangekondigd dat er nog een seizoen bij kwam. Maar die is dus nu gekomen en ik ben er blij mee. Dus dat was het goede nieuws. Dus dat wordt wel heel leuk. Ik weet niet precies wanneer, maar ik denk dat ze nog helemaal moeten beginnen met opnemen. Dus ja, hopelijk dat ze januari weer terugkomen. Misschien iets later, maar goed, het duurt toch nog eventjes. Maar er komt in ieder geval een 16e seizoen. Volgens mij is Flikken Maastricht ook een langslopende politie-serie op de Nederlandse televisie. Want Baantje is veel eerder gestopt dan alle andere series. Die zijn zover nooit gekomen. Dus goed nieuws. Ik heb gisteravond Steenrijkstraat Arm gekeken. En ik was niet heel erg onder de indruk. Het was ook een herhaling hoor. Ik kende hem ook al. En dat ja, heb ik al een paar keer gezegd de afgelopen tijd. Dat je nu de tijd ingaat. Maar dit was met, zij heet Bianca. Zij heeft op Tormelinos die kroeg Vroom Vroom. Of kroeg, uitgaansgelegenheid, hoe je het ook het noemen wilt. Zij is gewoon een beetje popie-opie, daar hou ik niet zo van. Ik heb haar eigenlijk voor het eerst gezien in de soap van Barbie toenertijd. Dat ze toen ook zo'n café gingen beginnen in Spanje. En daar heeft zij toen bij geholpen. Nou, laatst was ze nog een keer in het nieuws. Toen is ze met Roy Donders naar Turkije gegaan om weer het een en het ander op te spuiten. Volgens mij heeft ze toen de beeldpartij laten vergroten. Maar gewoon heel erg aanwezig, hè? En toch graag dat wijntje willen hebben. En nou ja, goed, daar is niks mis mee. Maar als je van een laag budget moet leven, zit dat er niet altijd in. En toen ging ze van het overige budget, wat er dus nog over was, een feestje geven. En dan stond er dus ook echt een merk cola Sinas op tafel. Dat ik dacht van, oké, dat hoort volgens mij niet echt bij een laag budget. En toen ging ze op een gegeven moment ook de shirt uitdoen. En stond ze daar in de BH te dansen. Dat ik dacht van, nou, moet dit? Dus nee, ik was niet heel erg onder de indruk. Ik vond het een beetje beschamend of zo. Daarna heb ik de thumbnail gemaakt en mijn artikel geschreven. Ik krijg kramp in mijn hand om de camera vast te houden.
En toen ben ik de Bold Type gaan kijken en daarna Papa Dag, seizoen 2 ben ik nu mee begonnen. Dus dat was wel heel leuk. Dus dat was het eigenlijk ook wel. Ik heb mijn nieuwe blouse aan die ik een tijdje geleden bij de Lidl heb gekocht. Ik zal hem even laten zien. Ik heb nog geen schoenen aan hoor. Dus kijk, dit is hem. Ik vind hem zelf heel leuk. Hij zit mooi. Het is ook een lekker stofje. En weet je, het kan gewoon, want het is niet super warm. Dus ja, ik vind hem wel heel erg leuk in combinatie met een zwarte broek. Die overigens van de zwarte markt komt, maar dat heb ik al wel vaker verteld. Ik zal even kijken hoeveel graden het is. Hoe warm is het hier binnen overigens? 22 graden. Kijk, dat gaat lekker. Dat vind ik goed. Hoeveel graden is het buiten? 15. Oké. Ik ga nu gewoon even stofzuigen en eventjes de kattenbakken scheppen en eventjes wel opruimen en zo. Ik ga jullie verder ook niet bijzetten, want ja, ik kan toch niet heel veel doen omdat ik straks weer weg moet. Maar gewoon even boven nog wat doen en boven is het toch lastig om jullie erbij te zetten. Dus dat is even de planning. Ik moet zeggen dat de nagellak inmiddels helemaal beschadigd is. Je ziet hier echt heel veel chips, dus die gaat er vanavond ook af, want ik vind het nu ook echt niet meer mooi. Dus dat was toch een minder groot succesje. Dus ja, ik ga gewoon eventjes wat doen. En dan ja, zie ik jullie straks alweer nog eventjes sowieso. En sowieso als ik terug ben van de boodschappen doen. Dus ja, dat ga ik eventjes doen. Zo, ik heb inmiddels boven weer wat opgeruimd. Ik kom wel weer een hele grote spin tegen. Dus die heb ik ook even weggehaald. En nu is het bijna tijd om boodschappen te doen. Dus ik heb even schoenen gepakt en de boodschappentassen zijn beneden. Dus nou, dat stopt. Dan kan ik zometeen die kant op gaan. Dus ja, dat wordt even boodschapjes doen. Dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Zo, ik ben weer thuis en ik laat jullie even de boodschapjes zien. Dus ik zet jullie weer even neer. En op naar achter gaan. Oh. Gaat die zo? Ja. Het kaartje van mama is op de bus gegaan. Ik heb weer eventjes de Iced Tea Strawberry meegenomen. Die hadden ze weer. Afwasmiddel, want die was nu voor 50 cent in de Lidl-app. En afwasmiddel gaat er best wel veel bij mij doorheen. Nu heb ik voor strakjes deze hamburgertjes. Die had ik vorige week dan gratis gekregen. Die waren zo lekker dat ik dacht, oh, hier zit nog wel een keertje. Waren ook maar 2 euro. Ik was eigenlijk echt verbaasd hoe goedkoop ze waren. Ik heb spekjes. Ik heb even mondwater meegenomen. En een zakje spinazie voor maandag. Even de tas. Toiletpapier. Oh, niet op de spinazie zetten, anders gaat hij natuurlijk barsten. De boontjes. De oma's frietjes, die ga ik bij de hamburgers eten. Gewone zakken friet. Pakje chocomel. Even kijken, ik heb aardappelschijfjes en ik heb dit gekocht. Dit is van Pickwick. Dit is een koude thee. Die kunnen dan in je waterfles. Dat zijn 10 zakjes. En die geven dan gewoon een smaakje aan je water, zeg maar. Dus je moet dit zakje moet je gewoon erin doen. Het zijn piramide zakjes. Ik kan wel even. Nou, hij zit nu nog dicht, maar. Dan moet je even 10 minuten wachten en heb je gewoon een heel lekker smaakje. En ik heb voor de aardbei, framboos, munt gekozen. Dus als het goed is zitten er 3 smaakjes in. Dus dat waren dan de boodschappen. Ik had niet heel veel. Ik had eventjes kuffensoep gehaald de trekpleister. En ik had daar ook eventjes nagellak remover meegenomen. En kijk eens hoe leuk dit flesje is. Want mijn nagellak remover gaat er best wel hard doorheen. Bij de kruidvat had ik eventjes een jurkje meegenomen. Dat is deze. Ik heb hem maar in een maatje M gedaan. Puur voor de lengte. Want ja, anders dan. Ik weet niet hoe lang die valt. Anders zit hij gewoon net te kort met S. Kijk, voor de omvang heb ik wel echt S nodig. Maar het gaat puur om de lengte. Dus dat is altijd een beetje lastig. En ik heb een keer roze gedaan. Want normaal ben ik altijd meer van het zwart. En ze hadden eentje met bloemetjes. Een roze, een zwarte en een beetje, ja, dit is het printje, zeg maar. Dit zijn dan die bloemetjes, maar ik vond roze wel heel erg leuk. Dan heb ik ook weer even de trekpomoen gehaald, want die was weer
1 plus 1. Dus ik heb nu de coconut variant. Even ruiken eraan hoor. Yep. Oeh, hij is heel lekker. Het is kokosnoot, een beetje, maar ook een beetje melkachtig ruik ik. En ik heb ook de cherry, wild cherry. Die is denk ik ook wel heel lekker. Oeh, heel lekker. Dus die. En ik had eventjes twee van deze lipsticks gehaald, want die waren 1 plus 1 gratis. En die zijn van Maybelline en die zijn echt heel fijn. De Superstay Ink. Dit zijn matte lipsticks. Dus dat zijn deze twee. Die heb ik nog eventjes gehaald. Dus ik ga nu zo even de boodschapjes opruimen. Dan ga ik eventjes douchen. Dan ga ik eventjes eten maken. Ik heb nog even een kopje koffie gedaan met mijn coach. Dus ja, dat ga ik dan eventjes doen. En dan bel ik straks even met mijn moeder en met Nathalie. Ik moest even bellen, geloof ik, als Nathalie beneden was. Ik denk dat hij eerst straks lente in badje gaat doen en zo. Dus ja, dat. Dus vanavond kijk ik even Zeeman confronteert stalkers terug. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Misschien nog wat aan de video doen. En dan heb ik vanavond, als het goed is, nog de Bold Type. Ik weet niet hoeveel afleveringen er nog zijn. Of al online staan, moet ik zeggen. En dan ga ik daarna verder met Zonnestad, de ene laatste aflevering. Dus dat wordt verder de avond en ik ga nog even gamen. Dus dat. Dus ik zie jullie bij deze dan ook gewoon morgen weer. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 2 juli. Ik ben klaargemaakt. En vandaag op de planning. Niet heel veel bijzonders. Ik ga even strijken. Ik ga even de boodschappen naar boven brengen. Ik ga even de was aanzetten. En even bullet journalen. Dus dat is het eigenlijk ook. Dus niet heel veel spectaculairs of zo. Ik heb gisteravond even Zeeman confronteert stalkers teruggekeken. Maar die kende ik helaas al. Want die heb ik toen speciaal teruggekeken. Want ik zag toen op Facebook dat deze dame zichzelf stalkte. En die was dus nu weer op tv. Dus dat was niet heel spectaculair. Ik heb mijn foto's bewerkt. En wat heb ik nog meer gedaan? Dat was het ook eigenlijk wel. Ik heb wel weer de Bold Type gekeken en daarna Zonnestad. Vanavond de allerlaatste aflevering. Dat vind ik echt heel erg jammer, want ik vind het echt een hele goede serie. Maar ja, alles komt een einde, zeggen we dan. Dus ja, dat is vanavond de allerlaatste. Mickey zit hier gezellig erbij, want die is een beetje miauwerig, hè? Wat is er? Ja, je wil op schoot, hè? Dus ja, dat was het eigenlijk ook. Gistermiddag ben ik trouwens nog gebeld door mijn vader. Mijn opa is weer thuis. Die moet nog wel onderzoeken ondergaan om te kijken waar het bloed blijft. Dat is allemaal even afwachten. Is volgende week ergens, dacht ik. Maar goed, dat is allemaal eventjes afwachten. Dat weten we verder ook nog niet echt. Het is wel een lekker temperatuurtje. Het is niet zo heel warm, gelukkig, zoals de afgelopen dagen eigenlijk al. Vind ik zelf wel heel fijn. Ik heb eigenlijk nog wel een klus die ik moet doen. En dat is eigenlijk even wat dingen aanstippen met verf. Maar ik geloof dat ik nog wat spuitverf heb. Dus dat zou in de keuken prima kunnen. Ik heb daar wat vlekken op de muur zitten die ik weg wil hebben. En ik moet heel erg nodig met de douche aan de gang. Want op mijn doucheplafond zit schimmel. Dat zat er al toen ik hier kwam wonen. Maar ja, dat wordt natuurlijk steeds erger. Omdat je geen raampje hebt in de douche. En dat vind ik wel echt een gemis. Ze hadden best wel, omdat ik op de hok zit, een raampje erin kunnen maken. Maar goed, dat hebben ze dus niet gedaan. Dus je kunt daar niet luchten. En dat is best wel vervelend. Nou heb je de speciale verf die tegen schimmel is. Maar die is best wel duur. En dat houdt me best wel een beetje tegen. Want ik geloof dat zo'n potje nog 22 euro is. Dat vind ik gewoon best wel een beetje veel geld. Voor iets wat ook niet mijn schuld is. Maar goed, schimmel is natuurlijk niet gezond. Maar mijn coach die had misschien nog wat van die verf staan. Dus die zou even kijken. Want die hebben dat ook gehad. Ja, en anders moet ik gewoon even kijken. Er moet sowieso wel wat aan gebeuren. Maar goed, het moet sowieso in delen. Want ik wil natuurlijk wel gewoon 's avonds kunnen douchen. Maar goed, dat is iets wat waar ik eventjes over aan het nadenken ben. Ik ga nu even de was bij elkaar rapen. Die even in de machine doen, stofzuigen. En dan even de boodschappen naar boven brengen. Dan zet ik jullie er even bij als ik ga strijken. Dus tijd om even wat te gaan doen.
Zo, ik heb net even wat telefoontjes gedaan. Het feit wil namelijk dat de accu van mijn scooter is overleden. Het is een beetje mijn eigen schuld. Ik had hem elke week moeten starten. Dat heb ik niet gedaan. Dus er moet een nieuwe accu in. Ik had even gebeld met het bedrijf. Er moet een nieuwe accu in. Dus even geïnformeerd wat dat kost. Nou, ze kon ze niet online. Versturen, ja, het kon wel, maar er kwam er best wel veel verzendkosten overheen. Dat was eigenlijk een beetje zonde van het geld, zei hij ook. Dus hij zei van, nou, waar woon je? Dus ik zei, nou, ik woon daar en daar. Hij zegt, nou, dan kan je beter even bij jou in de buurt bij de scooterwinkel gaan informeren. Dat heb ik gedaan. Hij was daar ook nog wat goedkoper en die hebben ze gewoon op voorraad. Dus die ga ik binnenkort eventjes ophalen. En dan kan mijn vader hem 26 juli erin zetten. Dus dat is wel heel fijn. Dus dan draait hij weer. Want ik wilde binnenkort een keer met Nathalie graag naar de Action gaan. En we zouden dat een keer samen doen op de scooter. Omdat het best wel een leuk routetje is. En ik heb ook wel zin om weer even te gaan rijden. Dus dan ga ik dat binnenkort even doen. Maar dat heb ik dus ook even gedaan. Ik heb lekker even bullet journaled. De strijk is weg. Ik was niet eens heel lang bezig. Ik heb even wat plekjes aangestipt. Ik dacht, ik ga het met spuitverf doen, maar de spuitverf is leeg. Dus die moet ik eigenlijk even, als ik bij de Action kom, nog even een keer op gaan halen. Maar ik had hier nog wat beschadigingen. Je ziet dus wel nog een beetje waar ik heb geverfd, maar die zijn dus nu helemaal weg. Ja, hier een heel licht plekje. Als je heel goed kijkt, die dekte niet helemaal. Ik ben ook in de keuken al een beetje aan de gang geweest, maar dat moet even een keer heel goed. Dan moet ik even de andere pot verf pakken. Kijk, deze vlekken, maar die hebben dus niet helemaal gedekt. Daar wil ik ook vanaf, maar die hebben dus niet helemaal gedekt. Oh, het is wel droog al. Maar dat wilde nog niet helemaal. Dus ik ga deze muur gewoon een keer helemaal opnieuw doen. Maar ik dacht, ja, weet je, ik kan het gewoon proberen. En nu zie je gewoon dat het niet helemaal goed werkt. Dus nou, wacht even, ik ga even opvangen. Ik deed een poging om een muggenvliegje te vangen, maar dat is niet helemaal gelukt. Ik had gisteravond ook alweer een spin op de slaapkamer, dus hey, fantastisch gaat het. Dus die moet ik straks even weg zien te halen. Dus dat heb ik even allemaal gedaan, dus niet heel veel bijzonders. Ik ga zo nog even lekker relaxen, ik heb ook een beetje hoofdpijn. De strijkbas die hangt in ieder geval weer netjes in de kast. Dus dat is top. En dan ga ik vanavond de handhavers in actie kijken. Ik ga de video even editen. Daar heb ik al zin in, want ik heb een special effectje die ik ga toevoegen. Vond ik gewoon heel erg leuk. Dus ik hoop dat het in de smaak gaat vallen. Maar ja, die komt dan morgen online. Maar goed, als deze vlog online komt, staat die al lang online natuurlijk. Ik ga even mijn artikel schrijven. Dan ga ik de bold type kijken. En dan ga ik naar de allerlaatste aflevering van Zonnestad. En neem ik afscheid van de serie, want het is de laatste. En dan ga ik morgen maar kijken wat ik weer. Morgen weer even kijken wat ik dan weer ga kijken. Want ja, ik wil natuurlijk wel weer een nieuwe serie. En ik wilde eigenlijk heel graag Professor T, maar die kan ik nergens vinden. Dus ja, hij is net op Fox geweest, seizoen 1. Echt balen, want dat heb ik dus gemist. Maar ja, goed, dat wist ik ook niet. Dus dat. Verder geen bijzondere avond, dus gewoon lekker relaxed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 3 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen echt onwijs droge handen. Ik had trouwens donderdag de nagellak er al afgehaald. Maar kijk, ik heb dus, stelt hij dat scherp, heel veel last van losse velletjes. Hier ook. En daar heb ik best wel last van. Het doet niet echt zeer, maar het voelt gewoon niet echt lekker als ik in mijn handen wrijf. Ik heb zelf het idee dat ze gewoon een beetje kapot gewassen zijn door het vele handen wassen. En ook wel de desinfectiespray die je de laatste tijd meer hebt gebruikt. Wat mij ook een opvallend iets was. Voor mij ook een opvallend iets was. Sommige supermarkten die hadden buiten een paal staan en dan kon je je kar onder zetten en dan als je je hand zeg maar onder de sensor hield, dan spoot hij zeg maar eigenlijk desinfectiespray op je, ja, waar je de kar vasthoudt, op het handvat.
Maar die stond dus hier ook bij de plus, maar die is dus nu al weggehaald en dat vond ik best wel bijzonder. Ik denk, goh, ja, oké, het gaat wel een stuk beter met corona, maar om dat ding nou gelijk weg te halen vind ik ook weer zo wat. Dat vond ik best wel jammer, want ik vond het eigenlijk best wel handig en ik vind het gewoon te veel gedoe om papiertje te pakken, nat te sprayen en dan je kar te gaan desinfecteren. Dat deed ik dan nooit, weet je, want ik doe toch altijd als ik thuis kom direct mijn handen wassen. Maar ik heb wel het idee dat het echt door, ja, het vele handen wassen en het desinfectiespray, dat mijn handen gewoon een beetje kapot zijn gegaan. Dus het voelt niet heel erg lekker aan, maar goed. Ik ga straks even lekker de kwasten wassen, want die zijn echt wel heel vuil. Daar heb ik ook wel zin in. Ik moet dit keer er wel voor zorgen dat ik niet het potje te vol doe met water, want de vorige keer ging het overstromen. Dus daar moet ik nu even beter op letten. Ik moet mijn kaptafel eventjes afnemen, want ik heb de afgelopen week heel veel gewerkt met losse poeder. Dus dan is het best wel een beetje vuil. Het is allemaal poeder, dus het moet ook even afgenomen worden. Ik heb alle make-up al netjes teruggelegd. Nu is het even de kwasten verzamelen en de kwasten wassen. Verder ga ik even bullet journalen. Ja, misschien nog wat opruimen, maar ga ik even zien. Gisteravond heb ik de handhavers in actie gekeken. Het was ook wel weer een hele mooie uitzending. Het was helaas volgens mij wel de laatste. Dus misschien dat ik nog wat terug ga kijken via Videoland. Want ik vind het wel echt jammer dat ik zoveel heb gemist. Maar ja, ik wist gewoon echt niet dat het op tv was. En dat het dus op RTL 5 kwam. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb mijn artikel geschreven. Ja, het was eigenlijk allemaal ging wel lekker vlotjes. Dus ik was eigenlijk wel lekker bezig. Toen de Bold Type, volgens mij heb ik nu nog 1 aflevering en dan moet ik weer wachten tot er weer afleveringen online komen. Wat is er, Mickey? Ja, en toen Zonnestad. Tragisch, de allerlaatste aflevering. Het was een hele mooie aflevering, maar ik vond het einde best wel tragisch. Het had een open einde, dus het is voor de mensen de vraag van... zou die persoon het overleven, ja of nee? Nou, denk ik, als ze een vervolgseizoen hadden gemaakt, dat dat niet het geval was, omdat ze hem er eigenlijk niet meer bij wilden hebben. Dus waarschijnlijk was hij dan wel in de serie doodgegaan. Maar ik vond het ergens toch wel tragisch en ik zat echt wel met spanning te kijken. Ik had echt zoiets van, oh ja, shit, weet je wel, het is echt de laatste, ik heb hierna niet meer. Dus ik ga vanavond even kijken wat voor serie ik dan ga kijken. Maar goed, dat is dus een... de vraag die nog bij mij reist. Dus daar moet ik nog even mee verder. Dus ja, ik ga nu eerst gewoon even stofzuigen en hun bakken scheppen. Hun bakken van de katten dus. En dan ga ik wel even kijken wat ik allemaal ga oppakken. In ieder geval even lekker die kwasten schoon. Dat is wel heel fijn. Dus ja, dat is voor nu eigenlijk eventjes de planning. Thank you.
Zo, de katjes hebben lekker gegeten. Ik was met de kwasten iets langer bezig dan ik had voorspeld. Het ging gewoon iets trager. Het wilde allemaal even niet zo makkelijk schoon. Maar ik had ook best wel intense kleuren gebruikt. Dus dan kost het iets langer de tijd. Even gebullet journaled. En ik heb die muur nog een beetje bijgeschilderd. Want ik kon het niet laten. Maar ik ben nog steeds niet tevreden. Dus die muur die moet gewoon even een keer helemaal. Dus dan moet ik gewoon even die muur vrijmaken. En dan moet ik hem gewoon even helemaal een keer doen. Maar goed, ja, het is voor nu gewoon even niet anders. Dus op zich, ja, ik heb zoiets van laat maar even wezen voor nu. Ja, ik kan het je wel iets laten zien, maar het is nog steeds niet mooi. En ik heb een vliegenplaag. Kijk, ik heb nu weer die plekken bijgestipt, maar je ziet eigenlijk nog steeds dat ze er doorheen komen. Ik heb dit wel helemaal gedaan. En hierachter, zeg maar. Dus het is op zich, ja, het kan ermee door, maar het is nog niet hoe ik het wil hebben. Dus dat is nog even een klusje die ik verder moet gaan aanpakken. Ja, ik kwam net boven en toen kwam ik er dus achter dat dat flesje nagellak wat ik had gekocht, die remover bedoel ik, die had gelekt in de tas. Dus daar ben ik ook niet zo heel erg blij mee. Dus die heb ik er nu gelijk uitgezet. Want ik had de boodschappentassen nog niet leeg gemaakt, omdat ik heel vaak gewoon dingen eruit pak die ik nodig heb. En dat was eventjes minder, dus dat was even wat onprettiger. Maar goed, komt vast ook wel weer goed. Er zaten niet echt hele belangrijke dingen in. En de dingen die erin zaten, zeg maar, bijvoorbeeld het stoffen tasje, als het daarop zit, die kan even in de wasmachine. Dat is verder niet echt een probleem, maar het was wel eventjes vervelend. Ja, dat was het eigenlijk ook. Ik heb de kwasten dan nu weer in de keuken staan. Die liggen dus hier, maar deze had er wat meer moeite mee. En deze, maar die gebruik ik altijd als foundation kwast. Deze heeft er wat meer moeite mee, de concealer kwast. Dus ja, het kost gewoon allemaal even iets meer tijd, maar op zich geeft dat niet. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Ik ga vanavond lekker eten bestellen. Want ja, het kwam wel weer een keer, het is alweer even geleden, dus daar heb ik wel zin in. Misschien dat ik vanavond even Flikker Rotterdam ga terugkijken, maar dat weet ik nog niet. Ik hoorde al van mijn moeder dat hij er waarschijnlijk niet helemaal op stond, omdat het een stuk later begon. Dus dat moet ik maar even zien. Ik ga sowieso even lekker gamen, want ik ben nu met Animal Crossing ben ik aan het bouwen. Ik ben cliffs aan het verwijderen. Cliffs. Nou ja, het zijn van die hoogverhogingen. Die ben ik dus nu allemaal aan het verwijderen. Dus daar ben ik een beetje mee bezig. Ik ga sowieso een deel van de vlog in elkaar zetten. En ja, ik heb dan wel de Bold Type. Maar ik moet dus nog even gaan kijken welke serie ik nog meer wil gaan kijken. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dus dat is nog eventjes iets, een verrassing voor mezelf. Dus dat zullen jullie dan morgen wel horen. Want ik weet het zelf ook nog niet. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Straks genieten van mijn eten. En dan lekker een avondje rustig op de bank. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 4 juli. En mijn oma is jarig. 89 jaar geworden. Kon er helaas niet bij zijn. Vervoer is natuurlijk altijd lastig bij mij en het zijn ook gewoon nog maar een aantal mensen per keer die erheen mogen. Ik ga er over 2 weken gelukkig heen, maar ik heb de kaart die heb ik naar mijn moeder opgestuurd, omdat als ik hem naar het huis zou sturen zou die veel te vroeg aankomen. Dus heb ik naar mijn moeder gestuurd, die was gelukkig vrijdag al aangekomen, dus die, ja, die heeft hem meegenomen. Dan hoor ik vanavond wel hoe ze het gehad hebben, dus nou, ik hoop in ieder geval dat ze een leuke dag heeft. Gisteravond, ik wilde Flikker Rotterdam terugkijken, alleen ik denk dat er echt letterlijk 20 minuten maar op stonden, dus daar ben ik niet eens aan begonnen. Ik heb Kou van Holland er even op gehad, maar ja, omdat het allemaal herhaling is en op zich ben ik niet, vind ik herhalingen niet heel erg om naar te kijken, maar dit duurt gewoon best wel lang. Het is toch 1,5 uur, dus dat had niet zo heel veel zin, dus ik heb wel een stukje gezien, maar niet alles. Ik heb ondertussen lekker gegamed. Daarna ben ik mijn vlog al voor het grootste gedeelte gaan klaarmaken. Die heb ik al geëdit. Ik heb afscheid moeten nemen van de Bold Type. Want seizoen 5 die had letterlijk maar 6 afleveringen. Die stonden dus allemaal al online. Wat voor deze serie best wel weinig is. Want normaal gesproken
had een seizoen, 10 afleveringen. En de laatste seizoenen zelfs 13. Dus nou ja, toen was 6 natuurlijk al even een teleurstelling. Maar ik had al zo'n gevoel toen ik ernaar aan het kijken was van... dit kan wel eens de laatste aflevering zijn. Toen ging ik het even opzoeken en toen had ik dus gelijk. Dus dat vond ik wel heel jammer. Dus dat betekent dat ik vanavond aan een nieuwe serie moet beginnen. Ik heb letterlijk nog geen idee welke. Ik ben wel begonnen met seizoen 2 van Code 37. Die heb ik nooit helemaal kunnen afzien. Alleen volgens mij, wat ik heb gelezen, zou die op Videoland staan wel de complete serie. Want ik had deze via VTM Go gekeken. En er stond alleen nog van seizoen 1 aflevering 9 en 10 op. En die waren nog maar een paar dagen beschikbaar. Dus toen dacht ik, nou dan begin ik wel met seizoen 2. Dus, maar ik ga nog wel even kijken of seizoen 1 dan wel op net of Videoland staat. En dan kan ik hem daar eigenlijk vanaf het hele begin nog een keertje gaan kijken. Dus ja, dat was verder de avond. Ik heb wel lekker gegeten. Ik had lekker eten besteld. Het was wel veel later aangekomen dan ik had aangegeven. Want ik had gezegd 7 uur. Ik ben altijd iemand die wat later eet. Ik ben niet iemand die om 5 of 6 uur al eet. Meestal wel wat later. Toen zou de bestelling om 7:45 bezorgd worden. Dus dat vond ik dan net weer een beetje aan de late kant. En uiteindelijk waren ze er 7:10. Dus het zat er een beetje tussenin. Maar ik denk gewoon dat het heel druk was geworden. Dus daar heb ik wel lekker van genoten. Vandaag niet veel op de planning. Ik ga even stofzuigen en hun bakken scheppen. En eventjes foto's maken en de groenten afhalen. Misschien nog even wat opruimen. Maar ik ga jullie verder toch nergens bij zetten vandaag. Ik ga jullie natuurlijk wel even laten zien waar ik foto's van ga maken. Maar dat is het ook. Ik heb net wel even een bromvlieg doodgeslagen. Want die zat mij gisteren al te irriteren. Die zoemde steeds langs mijn oor. En toen ik hem wilde doodslaan, toen zag ik hem niet. En toen zag ik hem straks ineens weer vliegen. Ik denk, nou nu ben je van mij. Dus die is lekker het huis uit. Dus ja, dat zijn eigenlijk alle nieuwtjes voor vandaag. Niet heel veel bijzonders. Ik ga nu eerst maar even stofzuigen en de bakken doen. En dan eerst maar even groente afhalen. Dus dan is dat in ieder geval klaar. En dan laat ik je straks even zien waar ik foto's van ga maken. Ik heb inmiddels boven even het schoenenrek opnieuw in elkaar gezet. Want die was een beetje uit elkaar aan het vallen. Maar ik vind het gewoon niet heel erg handig. Dus ik ben nog even aan het denken voor een andere oplossing voor de schoenen. Misschien toch een... ja, rek neerzetten waar de schoenen op kunnen. Ik weet het nog niet. Ik moet er nog even over nadenken. Want dit is gewoon niet super handig hoe ik het nu heb. Want het valt er elke keer af. En het staat eigenlijk gewoon een beetje in de weg. Dus daar ben ik nog een beetje over aan het nadenken. Maar goed, ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een XOXO Makeup for Labels mascara. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb hier een... Quick Dry Drop Coat van Cartrice. Daar ga ik gewoon alvast foto's van maken. Want die wil ik heel graag gaan proberen. Want al mijn topcoats die zijn een beetje op. Dus die. Dan heb ik hier het Rose Edition oogschaduwpaletten van Essence. Ik weet dat er ook een nieuwe van is. Dat is volgens mij het Brons paletten. Die zou ik ook nog heel graag willen hebben. Maar die hebben ze alleen in het grote schap van Essence. Dus... ja, als ik nog een keer daar kom, zal ik hem zeker eventjes kopen. Maar en anders een keer bestellen of zo. En ik heb hier een Labello, dat is 24 Hour Hydration in de Peach Shine. Dus ja, daar ga ik even foto's van maken. Dus we gaan even een muziekje doen en dan gaan we even fotograferen. Inmiddels regent het hier keihard en het was net ook aan het onweer. En dat vindt Tijgertje niet zo heel erg leuk. Dus die is ook heel erg aan het miauwen, want die houdt echt niet van onweer. Maar goed... ik kan er niks aan doen. Maar goed, ik ga even de fotospullen klaarzetten en eventjes fotograferen. Zo, de vriendjes van het goede leven die hebben net lekker gegeten. Zitten nog een beetje hun bakjes uit te likken. Ik heb alle foto's klaar. Ik heb alleen de lampen nog daar staan, want die moeten even afkoelen. Die berg ik liever niet op als ze warm zijn, want ja, je weet toch nooit of dat mis kan gaan. Dus die laat ik altijd even goed afkoelen. Ik heb ook eventjes de... oplader van de camera, die heb ik eventjes in het stopcontact zitten. Dat is dan de camera waarmee ik fotografeer, zeg maar. Dus die kan mooi even opladen. Dus ja, het ging eigenlijk allemaal wel vlotjes. Ik heb al geïmporteerd, dus dat was allemaal wel fijn. Ik merk wel dat de katten wat afgeleid zijn door het gedonder buiten. Ik moet ook zeggen dat de afgelopen dagen zijn er best wel wat hevige buien voorspeld. En die zijn eigenlijk hier helemaal niet gekomen. Het is gisteravond een beetje begonnen met regen. Hij trekt het vandaag door. Maar nu hoor ik dus wel wat gerommel. Ik ben zelf gelukkig niet echt bang voor onweer. Tenzij het heel erg gaat flitsen, dan vind ik het minder leuk worden. Maar ja,
Zolang je binnen zit, kan er denk ik niet heel veel fout gaan. Ja, tuurlijk, het kan wel inslaan, maar daar probeer ik meestal maar gewoon niet aan te denken. En misschien is het straks ook zo weer weg, het onweer. Maar goed, een beetje gerommel hou je soms toch. Ik heb nog even gekeken of ik al een nieuwe serie kon vinden die ik wil gaan kijken vanavond. Maar ik ben er nog niet helemaal uit, dus ik ga vanavond even verder zoeken. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik douchen, eten en dan ga ik vanavond even Flikker Rotterdam terugkijken. Die ik gisteren dan heb opgenomen in de hoop dat die er wel gewoon normaal op staat. Anders houdt het verhaaltje weer snel op. Ik ga zo even mijn nagels lakken, want dit ziet er niet meer uit. Dus even een mooi kleurtje geven. En even foto's bewerken, dat is het ook niet echt een hele belangrijke planning. En een nieuwe Netflix-serie dan uitzoeken en dan ga ik verder met papa dag. Dus dat ja, is eventjes wat bij mij op de planning staat vanavond, niet heel veel bijzonders. En ja, dan vanavond weer verder met mijn boek, maar die is bijna uit. Dus ik ben er niet heel lang meer bij bezig. Ben ik toch nog best wel snel doorheen gegaan voor een boek met 664 bladzijden, bedenk ik me nu. Maar goed, ik ga nu lekker relaxen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag, het is 5 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb straks eventjes de zak in de kliko gegooid, want ja, die was aardig aan het stinken, dus die moest de kliko in. Dus ik moet daar straks nog even een schone vuilniszak in doen. Ik heb mijn nagels gedaan, ik ben niet echt heel tevreden. Het is namelijk dit kleine lakje. Hij komt uit een setje van Miki. Maar ik heb straks mijn nagel gestoten. En het resultaat is dat ik hier dus al een chipje heb. Die niet heel goed zichtbaar is. Omdat ik er een klein laagje overheen heb gedaan. Maar hij is niet fantastisch. Dus de kans is wel groot dat hij er vanavond alweer afgaat. Omdat ik een ander lakje erop ga doen. Ik wilde namelijk dit lakje gaan gebruiken. Die van Kruidvat. In de kleur 020 Vanille Sorbet. Maar die is zo transparant. Ik heb hem wel op mijn tenen zitten, maar daar vind ik hem ook niet echt mooi. Op mijn nagels liet hij heel veel van mijn eigen nagels nog zien. Dat vond ik niet echt mooi, dus die heb ik er toen afgehaald. Toen heb ik dus voor dat andere kleine lakje gekozen. Maar die is niet fantastisch. Ik heb gisteravond even Flikker Rotterdam teruggekeken. Die had ik opgenomen. Dit keer stond hij er gelukkig helemaal op. Ik heb de foto's bewerkt. Daarna heb ik ja, nog even op de laptop een beetje dingetjes zitten doen. En ik ben een nieuwe serie begonnen, de serie New Amsterdam. Dat gaat over een ziekenhuis. Hij stond bij Netflix, kwam die eigenlijk, bij mij zou die een hele grote match hebben. Dus ik dacht, nou, ik kan het wel gewoon proberen. Ik vond de eerste aflevering wel mooi, dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder gaat. Dus ja, het is altijd even wennen. Ik vind het altijd moeilijk een nieuwe serie uitkiezen. Maar ik denk dat ik wel een heb gevonden die ik leuk vind. En daarna heb ik Papa Dag gekeken. Ik had trouwens ook even gekeken naar Code 37. En die staat inderdaad gewoon nog op Videoland. Dus ik ga gewoon donderdag wil ik dan weer zo'n serie gaan kijken. Dan ga ik donderdag kijken vanaf seizoen 1 op Videoland. Het is een Vlaamse politieserie op het gebied van zeden. Het is een hele goede serie. Dus ik wil hem nog wel weer een keer herbekijken. Dus dat was verder de avond. Ik ga nu even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik eerst de video opnemen. Want ja, dat moet ook even gebeuren. Dus dat ga ik zo doen. Dan ga ik daarna nog even bullet journalen. En daar zal ik jullie dan even bij zetten. Dus dat is voor nu eigenlijk eventjes de planning. Niet heel veel bijzonders. Maar ja, ik heb ook niet heel veel te vertellen. Want er is niet heel veel gebeurd. Oh ja. Teruggekomen op de verjaardag van mijn oma. Gisteren bij moeder gesproken. De verjaardag was echt super leuk. Ze had er heel erg van genoten, mijn oma. Dus dat was heel fijn. Ze heeft een hele leuke verjaardag gehad. Dus dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar goed, nu ga ik even gauw wat doen. En dan ga ik eerst eventjes filmen. Thank you.
katten hebben hun eten weer op. Ik heb even lekker gebullet-journald. Ik heb een schildpadje getekend. Daar heb ik even een fotootje van gemaakt. Die had ik eventjes in de groepsapp verstuurd. En een vlieger. Ik heb hier niet heel lang bij gezet. Want... Oh, rug. Even kijken. Ja. Even het plaatje pakken. Ik heb zoveel foto's erop staan. Ik moet echt opruimen. Ik heb hier allereerst de cover voor jullie. Die ben ik aan het tekenen. Allemaal poesjes in een bak. En ik had dit schildpadje getekend. Lekker simpel. Het is een doedelopdracht. Maar ik ben er gewoon niet zo goed in. Dus weet je, het lijkt op een schildpad. Dus op zich wel even lekker bezig geweest. De video ging op zich ook wel vlot. Ik heb even de Rossi-rondjes nu uit de vriezer gehaald. Katten hebben net gegeten. En dan ga ik zo nog even lekker relaxen. Ga ik straks spinazie eten met Rossi-rondjes en kipfilet. Op zich wel lekker. Ik ga nog even nadenken over de nagels. Ga ik het eraf halen en een kleurtje erop doen of niet? Dat is even de vraag van vanavond. Ik weet het nog niet. Moet nog even over nadenken. Vanavond, ja, ik denk dat mijn man is klussen er maar op zet. En ik zie het allemaal wel. Er is gewoon niet zo heel veel, dus we gaan het wel zien. Daarna ga ik mijn bericht schrijven, mijn blogbericht. En ik wil alvast wat foto's voor woensdag gaan bewerken. Dus dat is ook wel even fijn. Ik ga sowieso weer verder met Nieuw Amsterdam en met Papa Dag. Ik denk dat ik vanavond mijn boek uit heb. Ben ik toch nog best wel snel erheen gegaan. Ik vind het ook wel jammer, want ik kom er nu elke keer wel op verheugen om te gaan lezen. Ik zat net even te appen met mijn moeder en Nathalie. Nathalie stuurde foto's van Lente, echt super schattig. Maar ik heb een beetje last van mijn keel. En het is eigenlijk, ja, keel, mijn oor en mijn kaak. En dat staat heel erg in verbinding met mij. Als ik oorpijn heb, komt het bij mijn kaak vandaan. Ik heb nu al een paar dagen last hier, omdat ik ook een wondje heb in mijn mond. Dus elke keer met tanden poetsen ging dat ook open, zeg maar. Dus daar heb ik een beetje last van. Dus ik voel hier een beetje pijn. Maar nou, goed. Weet je, ik praat nu alleen met de camera. En verder praat ik eigenlijk toch niet echt. Ja, als ik aan de telefoon ben. Maar ja, dat is het ook wel. Dus, maar goed, dat is verder de planning voor vanavond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan ook zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 6 juli. Ik ben klaargemaakt en ik heb vandaag eigenlijk de standaard dingen die ik op dinsdag doe. Maar ik heb mijn workout voor jullie gefilmd en die zal ik hierna eventjes plakken. Ja, want ik dacht, ik kan jullie wel weer bijzitten met schoonmaken, maar dat is ook altijd maar... Ja, hetzelfde rondje. Dus dat heb ik al eventjes gedaan. Gisteravond heb ik Help Mijn Man Is Klussen gekeken. Ja, was op zich nog wel weer even leuk om terug te zien. Ik heb mijn artikel geschreven en ik ben ook al verder gegaan met het bewerken van de foto's voor mijn artikel van morgen. Alleen er waren een paar toch niet helemaal mooi, dus die moeten eventjes opnieuw. Maar ik weet even niet meer precies... Welke foto's het nou waren. Dus dan moet ik vanavond even naar kijken op de laptop. Want ja, het heeft nu niet echt zin om die foto's al te gaan maken. Mijn moeder die had een pakketje binnengekregen. Die had zo'n bestelling gedaan bij de Action. Je hebt nu zeg maar, bij de Action heb je online deals die je dus niet kunt kopen in de winkels. En die kun je dan bestellen. Dus... ja, dat is dan wel handig. En dat was dus nu bezorgd, dus ik was ook wel benieuwd hoe dat ging. Dus nou, dat was nu aangekomen, dus ze is weer helemaal blij. Ik heb weer het Nieuw Amsterdam gekeken. Het is nog wel even inkomen. Sommige dingen zijn ook best wel een beetje ranzig hoor. Zoals gisteren was er in de aflevering, gingen ze... ze moesten iemand opereren en die kreeg dus een hartstilstand. Ze moesten bij dat hart wezen, dus je zag echt dat ze zo in dat hart zaten te knijpen. Het is natuurlijk hartstikke nep, maar het was zo goed gemaakt dat ik wel even dacht van... Oh. En snijden of zo, dat kan ik ook niet aanzien. Eigenlijk ben ik er heel slecht in, maar het is verder wel een hele mooie serie. En ik heb Papa Dag gekeken. Ja, dat was verder wel een goede avond. Mijn boek is uit, dus ik ga vanavond aan een nieuw boek beginnen. Is ook altijd wel leuk.
Dus ja, dat is eigenlijk allemaal wel positief. Maar ik heb wel één ding waar ik een beetje mee zit. En dat ga ik jullie even laten zien. Ik zal even de rolgordijn omhoog gooien, want het is een beetje donker hier. Het is buiten heel erg waaierig, dus ook wel lekker. Nou kijk, ik heb hier een meterkast. En ik heb daar dus allemaal spullen staan. Mijn dwel staat hier. Ik heb hier mijn plumeau hangen. Deze vriend, die heb ik hier staan. Maar ook deze. En deze die knalt steeds uit, dus die moet naar boven. En eigenlijk moeten de emmers ook naar boven, want het past gewoon eigenlijk niet. Maar ja, ik vind het gewoon heel erg onhandig om emmers boven te hebben staan. Maar ja, het moet nu wel, want het kan gewoon echt niet. Je kunt soms echt bijna niet die deur door. En de deur kan sowieso niet dicht, omdat hier ook mijn kabel zit van mijn internet. En hier loopt een kabel heen voor de vriezer en de koelkast. Dus hij kan sowieso niet dicht. Maar dit moet er in ieder geval uit dat hij gewoon in ieder geval half kan staan. Dus dat moet wel eventjes. Want elke keer schrik ik mij helemaal gek als de hele boel omkiepert, zeg maar. Dan hoor je echt zo kwam. En dan ligt alles eruit. Dus dat moet gewoon eventjes naar boven. Dus dat ga ik straks ook maar even doen. Maar ik ga zo eerst eventjes een wasje aanzetten. Ik had gisteren nog een hele goede tip ook van mijn moeder gehad. Die zei ook van, kun je niet wat meer voorraadspullen in die kast neer? Ik heb zo'n rek staan in de keuken. Kun je het daar niet op zetten? Toen zei ik, ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Dat was eigenlijk de bedoeling, maar ik heb een mooie volgestouwd met allemaal andere dingen. Dus die wil ik van het weekend ook even een beetje gaan opruimen. Maar goed, dat is dus niet iets wat ik nu ga doen. Misschien dat ik donderdag al een beginnetje maak. Ligt eraan hoe laat mijn coach er is. Maar goed, dat is wel een weekendklusje. Ik ga het nu eerst even wat dingen doen. En dan zal ik even jullie de beelden laten zien van het workoutje. Klaar met poetsen. Heerlijk gevoel weer dat het nu allemaal lekker weer fris is. Maar ik heb een beetje verbouwd. Stelt niet heel veel voor hoor. Ik heb nu hier de stofzuiger neergezet in de hoek. Die kan dan zo mooi achter de deur. Dus die staat daar. Dan heb ik hier nu dit tafeltje neergezet. Gaan we even naar de hal lopen, want nu heb ik de spiegel vrij. Die heb ik dan gewoon, dan kan ik ook gewoon normaal voor de spiegel staan, weet je wel. Dat staat gewoon net even wat beter. Ik heb nu hier wel even de emmers ingezet, omdat ik de boel al naar boven had gedaan. Dus ik vond het een beetje zonde om nou weer, de trap naar beneden te gooien, omdat ik alles net schoon had. Dus dat heb ik even gedaan. Verder ruikt alles weer fris. De was zit al in de droger, dus wat dat betreft ging het eigenlijk vrij vlot. Ik ga twee nagels opnieuw doen, want op zich zit hij nog wel. Maar ik zie nu dat twee nagels heel lelijk zijn. Dat zijn eigenlijk de wijsvingers. Die worden het snelst lelijk. Dat ga ik toch niet bij kunnen werken. Dus die ga ik vanavond even opnieuw doen. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik... zie die bomen buiten heen en weer gaan. Ik vraag me echt op of er nog regen is voorspeld. Zie je dat waaien? Ik weet niet of hij het heel goed vastlegt op camera, maar het waait echt best wel hard. Ik zal even kijken of er nog regen voorspeld is. Even kijken hoor.
Is er regen voorspeld? Nee, vandaag niet, zegt hij. Maar goed, nog even lekker relaxen. Dan straks eventjes douchen en eten koken. Vanavond heb je een nieuw programma op SBS6. Iets met de familie Koppens. Misschien dat ik dat even ga kijken, want er is verder niet zoveel. Ik moet dus even die foto's opnieuw doen en die moeten bewerkt worden. En ik ga de vlog even verder afmaken. En ik ga Nieuw Amsterdam kijken en ook weer Papa Dag. Dus dat wordt verder ook de avond, niet heel bijzonder. Dan kan ik de was nog even opvouwen als die klaar is, maar die zit er net pas in de droger. Dus nou ja, eigenlijk al met al wel een lekker dagje zo. Dus ik ben wel weer tevreden hoe het is gegaan. Ik vind het wel lekker, alles weer lekker schoon. Geeft me toch altijd wel een heel lekker gevoel, ook de douche gewoon helemaal. Ja, ik kan er wel echt voor genieten. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken. En op mijn kanaal zelf staat een rode button. Als je die aanklikt, ben je dus ook geabonneerd. Daarnaast staat dan een belletje. En als je die aanklikt, krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe even dat duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!